en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een make-up challenge. Ik ga vandaag een full face met make-up maken, zoals altijd. Maar ik mag van elk make-up productje maar één keer indippen. Dus is het poeder, dan mag ik er maar één keer ingaan met mijn kwast. Is het een liquid, dan mag ik maar één pump en dat soort dingen. En dat moet ik dus zo doen met elk make-up product. Oh my god. Ik gebruik altijd best wel veel make-up. Ik ga altijd best wel vaak terug in mijn oogschaduw. Ik gebruik ook altijd best wel veel pumpjes. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn voor mij. Ik heb dit video idee gezien bij weer een Amerikaanse beauty vlogger. Zij heet Soph. En ik vond het echt super leuk om te zien. Dus ik dacht, ik ga ook zo'n video maken. En dan zien hoe ik het ervan afbreng. En je moet dus echt begrijpen dat het niet echt heel makkelijk gaat zijn voor mij. Schat ik zo in. Omdat ik dus altijd best wel veel make-up gebruik. Dus ik ben benieuwd. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik kan nog steeds zien dat 60% niet is geabonneerd. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Ik denk dat ik jullie niet hoef te vertellen dat ik het vandaag qua oogschaduw gewoon lekker simpel en makkelijk ga houden. Aangezien ik overal maar één keer in mag dippen. Dus ik ga vandaag weer eerst beginnen met mijn gezichtsmake-up. En ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. En ik gebruik hiervoor mijn Too Faced Hangover Primer. En die heeft een pump en ik mag dus maar één pumpje gebruiken. Normaal gebruik ik ongeveer 2 of 2,5. Maar ik denk dat ik sowieso altijd echt veel te veel gebruik. Ik heb sowieso het gevoel dat mensen over het algemeen altijd wel iets te veel product gebruiken. Gewoon omdat je zeker wilt zijn dat je genoeg gebruikt. Dus ik denk dat dit ook echt een hele handige video is om te kijken of dat wel echt zo is. Of je gewoon genoeg hebt aan iets minder. Dus ik doe nou maar één pump. En dit is het dan. Dit beetje mag ik maar gebruiken. Het is wel echt een stuk minder dan normaal. Maar op zich, ik kan gewoon mijn hele gezicht ermee bedekken. En ik ben ook snel klaar. Het scheelt ook weer tijd. Oké, dan foundation. Ik gebruik mijn True Match foundation. Omdat deze heel lekker en ver uitsmeert. Je hoeft sowieso niet heel veel producten te gebruiken van dit. Wat ik wel altijd doe, maar het hoeft niet. Want het smeert echt best wel ver uit. Dus ik hoop dat ik hiermee met één pump genoeg heb. Ik heb de kleur 4D/4W Golden Natural. Ik breng het normaal aan op mijn spons. Maar mijn spons zuigt een beetje product op. En ik mag maar één pump gebruiken. Dus ik ga het eerst aanbrengen met gewoon zo een platte foundation kwast. Deze kwast is van de Primark. En dan breng ik echt maar één pump aan. Normaal breng ik 3 pumps aan. Hier eentje en hier eentje. Dus dit is wel echt een verschil. Oké, dit is het dan jongens. Niet knoeien. Breng ik hier een beetje aan. Hier. Hier. En dan de rest smeer ik gewoon zo een beetje uit. En ik ga een kwast gebruiken omdat die ook weer minder opzuigt. De kwast die ik gebruik is de Flat Kabuki F80 van Sigma. En dan ga ik gewoon alles uitblenden. Oeh, hij is wel iets te licht voor mij. Oh my god, jongens. Ik heb dus echt net gebruind, net één dag. Dus ik ben al op een bruins. Dus hij is iets te licht voor mij, maar dat maakt niet uit. We will make it work. Ik ga gewoon straks veel brons doen. Of ja, trouwens, ik kan helemaal niet veel brons doen, want ik mag maar één keer erin gaan. Oh my god. Nou mensen, ik moet zeggen, dit smeert echt lekker uit. 1 pump is echt gewoon genoeg. Ik snap niet waarom ik altijd zoveel aanbreng. Ik zie wel echt dat hij nou echt minder dekt. Er is echt minder dekking. Maar ja, dat komt dus ook gewoon omdat ik zo weinig heb gebruikt. Dus ik zou in principe nog wel gewoon iets meer gebruiken. Omdat ik gewoon echt iets meer wil dat het dekt. Kijk, hier is het gewoon nog rood. Kunnen we het hier zien bij mijn neus? Daar zit gewoon echt niet genoeg product. Maar goed, gelukkig is dat hier. En daar ga ik ook concealer aanbrengen. Dus hopelijk kunnen we het zo oplossen. Als concealer gebruik ik mijn Tarte Shape Tape Concealer. Deze heb ik in de kleur Light Medium Sand. En deze heeft een goede dekking. Dus hier hoef je sowieso niet veel van aan te brengen. Dus lijkt mij ideaal voor de video. En ik mag maar één keer erin gaan. Dus echt gewoon dit is wat ik mag gebruiken. Meer niet. Dus ik ga het gewoon een beetje proberen te verspreiden overal waar ik normaal concealer aanbreng. Ja, op zich is dit echt best wel veel. Ik doe even hier iets meer. En ik blijf gewoon smeren totdat er echt niks meer van afkomt. Hier wat meer. Nou, dat ging op zich best wel goed. Ik vind het nog best wel veel eigenlijk. Ik moet wel zeggen dat qua concealer ik sowieso niet heel vaak weer terug in moet gaan. Dus altijd is 1 keer, 2 keer wel genoeg. Dus dat scheelt.
Ik ga ook mijn gezicht cream contouren om het iets bruiner te maken. Ik gebruik mijn Huda Beauty Tentour in de kleur medium. En hier mag je dus ook maar één keer in. Dat is niet heel raar voor mij. Ik ga er sowieso altijd maar één keer in. Dus dit maakt niet echt verschil eigenlijk. Kijk, en dan ga ik er echt één keer in zo. En dat pak ik. Oh mijn god. Mensen, ik lieg. Ik ga er altijd twee keer in. Nou heb ik niet genoeg. Oké, wacht. Ik pak nog een beetje van hier. Ik had moeten beginnen bij mijn grote voorhoofd. Waarom begin ik ook bij mijn wangen? Zo, en dan breng ik weer hier iets meer aan. Oké. Maar het is me toch nog wel gelukt. Pak ik weer een beetje daar. Oké, mocht er iemand zo'n video ook willen maken, begin eerst met je voorhoofd als je gaat cream contouren. Dat was niet heel slim van men. Nou, ik moet zeggen jongens, dat het tot nu toe best wel goed gaat. De cream contour is ook gewoon goed. I love it, ja. Yeah. Dan losse poeder. Hier gaat het een beetje tricky worden, want ik gebruik altijd best wel veel losse poeder. Maar oké, ik gebruik mijn Cody Air Span Poeder. En ja, ik mag ook weer hier maar één keer in. Oh my god, jongens. Oké, ik gebruik altijd mijn Tati Beauty spons ding. En dan mag ik er echt maar eentje in, maar ik pak wel lekker veel. Want ja, ik mag er dus niet meer terug in. En dat is wel een probleem. Susu, mijn kat loopt gewoon over mijn computer heen. Ga eens af. Zoek, ga eens af. Hey, baby. Ga maar springen. Doe maar springen. Je kunt niet hier blijven staan, jongen. Je kunt niet hier blijven staan. Kijk, staartje. Nee, je kunt niet hier blijven. Nou komt hij hier bij mij. Susu, je kunt niet hier blijven staan. Oké, nou, ik was even afgeleid, maar ik ben er dus echt nou best wel veel in gegaan. Dus ik hoop dat het genoeg is. Ik ga sowieso beginnen hier bij mijn ogen om het crease te stoppen. Want dat is het belangrijkste. Ook een beetje hier, hier, overal waar ik concealer heb gedaan. Dan met wat er nog een beetje op zit, ga ik over de rest van mijn gezicht. Ik denk dat het op zich zo wel goed is. En dan eraf vegen. Dan ga ik ook nog poedercontour aanbrengen. Ik gebruik mijn Revolution Contour paletje. En ik gebruik de kleur hier. En ook weer hier mag ik er maar één keer in gaan. Dus ik ga het alleen maar gebruiken voor mijn neus. En dan ga ik er zo lekker in. En meer mag ik niet gebruiken. Maar ik denk wel dat dit gewoon genoeg gaat zijn. Ja, dit is echt meer dan genoeg, jongens. En dan ook nog een pressed poeder. Deze is van Essence, de Brighten Up poeder. Deze is echt geweldig. Hier mag ik ook maar één keer in. Ik gebruik dit voor zo hier onder mijn ogen. En dan ga ik er ook gewoon zo lekker in. En ik pak lekker veel, dan heb ik genoeg. En dit mag ik dus gebruiken. Dan ga ik eerst hier... En dan ook snel naar hier. Anders is er daar meer dan hier. Maar ik denk dat dit echt wel ook weer meer dan genoeg is. Oh my god, jongens. Hier hoef je echt sowieso niet twee keer in. En dan er weer afhalen met mijn kwast. Zo, en dan nog weer een beetje Max & Mol Fixing Spray. Hoe kan ik dan dit doen? Maar één spray of zo? Ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Ik doe gewoon maar één spray. Oh my god, dat is echt niet genoeg. Ik doe normaal echt like 20 sprays of zo. Oké, jongens. Één spray. Er kwam letterlijk alleen maar spray zo hier op mijn neus. Nou, mijn neus is gezet. Zus, sta je hier nou nog steeds? Ben je nou boos omdat je geen aandacht krijgt? Oké, we gaan beginnen aan de ogen. Ik heb een heel cute oogschaduwpaletje van Laura Lee Los Angeles. Los Angeles heb ik hier het Nudie Patootie paletje. Dit zijn hele mooie, prachtige kleurtjes. Roze en goud. Een beetje een mixje ervan. Dit is echt een top paletje. Je hebt ook twee van dit soort texturen. Ook heel leuk. En je hebt normale glanzende kleurtjes. En de rest is gewoon mat. Ik mag dus ook gewoon per oogschaduw er maar één keer in. Dus dit zal niet heel heftig worden. Ik ga gewoon letterlijk één matte kleur gebruiken. En één glanzende kleur. En it's a wrap. Even kijken. Voor in mijn arcadeboog ga ik in met de roze matte kleur hier. Die heet Bear. Die matcht echt perfect met mijn trui en mijn achtergrond. En wat ik ga doen is dat ik er wel royaal in ga. Dus ik pak lekker veel. Zo. Lekker veel. En ik tik één keer een klein beetje af. En dit is dan jongens. Meer mag ik niet gebruiken. Oké, ik begin hier. Dan breng ik ook gelijk een beetje hier aan. En dan zien of dit zo goed lukt. Nou, op zich lukt het wel jongens. Mensen, mijn kat wil mij gewoon niet met rust laten. Hij is nog steeds hier aan het hangen. Ik ga voor de roze glanzende kleur hier. Die heet Topless.
Dit is een mooie roze kleur. En daar ga ik in met mijn vinger, want ik denk dat dat meer oppakt. En ik pak lekker veel weer. Dan doe ik zo hier een sweepje. En hier een sweepje. En dan een beetje uitblenden. Dit is echt niet genoeg. Ik moet er echt nog een keer in gaan. Maar ja, dat mag niet. Dus dit is het voor vandaag. Oké, dan pak ik weer mijn fluffy... Dan pak ik weer mijn fluffy kwast. Ik ben er dus niet meer ingegaan. Dit is nog gewoon wat erop zit. En dan ga ik een beetje die glanzende kleur een beetje blenden. Met een matte kleur. Niet dat het echt goed gaat lukken, maar oké. En dan nog op de onderste wimperrand. Dan mag ik ook weer één keer ingaan in die kleur Bare. Dus dat ga ik doen. En ik pak weer lekker veel. En breng ik zo aan op de onderste wimperrand. Zo, dan ga ik proberen om de look nog iets donkerder te maken. Ik ga in met de matte kleur hier, die heet But Naked. Is een beetje een donkere roze-paarsachtige kleur. En daarvan pak ik ook weer lekker veel. Zo, ik mag er maar één keer in. En dit breng ik dan nog een beetje aan zo in de buitenste hoeken. Ik doe weer zo bij allebei. En dan gewoon blenden alsof mijn leven ervan afhangt. Mensen, het is wel echt een beetje patchy. Ik pak weer die andere fluffy kwast. Er zit niks op. Ik heb er niks weer op gedaan. En ik ga gewoon een beetje bij de randen blenden. Want dit gaat allemaal hier niet zo goed. Dan ook weer voor de onderste wimperrand mag ik er weer één keer in gaan. Dus ik pak weer lekker veel. Zo, dan wil ik ook nog in met de roze textuurkleur hier. Die heet Jaybird. Ook prachtig. Maar ook weer hier mag ik maar één keer in. Dus ik ga er weer in met mijn vinger. Hier komt wel veel van af. Het is een beetje een grovere poeder. En dit breng ik dan ook gewoon zo random een beetje aan op mijn ooglid. Om de look wat heftiger te maken. Hierbij is op zich één keer erin gaan echt wel genoeg. Er komt echt best wel veel van af. Oeh, heel mooi dit. I love it. Dit heeft de look echt een stuk beter gemaakt. En dan pak ik weer die fluffy kwast en er zit weer niks op. Normaal was ik nou echt wel teruggegaan in die eerste crease kleur. Maar goed, dat mag nou niet. En dan ga ik een beetje zo blenden bij de randen. Die kleur had wel wat fallout, maar dat kunnen we er gewoon zo afsweepen. Dan ga ik ook nog in met de witte glanzende kleur hier, die heet Stark. Daarvan pak ik ook weer lekker veel, want ik mag hier ook maar één keer in. Zo. En dit breng ik dan een beetje aan, zo hier in mijn binnenste ooghoeken. Hierbij is één keer erin gaan ook wel genoeg. Dit is echt een super gepigmenteerde kleur. Oh my god. Zo, daar kwam echt veel vanaf. En dan zijn we klaar met het paletje. Op zich is het wel goed gegaan. Het is niet mijn beste ooglook tot nu toe, maar we hebben het geprobeerd. Ik ga absoluut geen winged eyeliner aanbrengen, want dat gaat hem gewoon echt niet worden. Ik moet er echt 4 of 5 keer in terug of zo. Maar we gaan wel een laagje mascara aanbrengen. En ik gebruik hiervoor mijn Essence Lash Princess Mascara. Qua mascara ga ik er ook altijd wel echt een aantal keer in, maar... Dat mag nou niet, dus dit is het. Dus ik hoop dat dit een beetje goed genoeg gaat zijn. En ik moet er ook mijn onderste wimpers mee doen, dus ja. Als nep wimpers gebruik ik mijn Primark wimpers in de stijl 747. Die ga ik even opdoen. Godzijdank kan ik die opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, de wimpers zijn een tikkie te heftig voor de look. Maar whatever, maakt niet uit. We're just gonna roll with it. Ik ga nou verder met mijn gezicht. Ik ga bronzen. Ik ga een bronzer gebruiken met heel veel pigment. Aangezien ik er maar één keer in mag gaan, wil ik dat die ook gelijk genoeg aanbrengt. Dus ik gebruik mijn Revolution Mega Bronzer in de kleur 2 Warm. Deze heeft echt bijna nog iets te veel pigment. Je moet altijd lekker veel blenden. Maar in dit geval komt het echt geweldig uit. Ik denk dat de truc hem gewoon zit in die ene dip heel veel pakken en verspreiden. Ik denk dat dat wel goed zou werken. Dus dat is wat ik ga doen. Ik ga er lekker weer royaal in. Zo. Lekker veel. Ik moet wel één keer aftikken. En dan ga ik het gewoon aanbrengen. Oh my god. Oké. Ik breng gewoon overal een beetje aan. En dan ga ik gewoon blenden. En dan met het beetje wat nog op de kwast zit, ga ik ook langs mijn kaaklijn. Nou mensen, dat ging echt goed. Hij bracht echt veel aan. Top dit. Dit was echt een goede beslissing om die bronzer te pakken. Als blush gebruik ik mijn BH Cosmetics Floral Blush in de kleur Caribbean Coral. En ook dit is weer zo'n blush die echt super goed gepigmenteerd is. Dus daarom wil ik deze gebruiken. En zoals net ga ik er weer lekker veel in en pak ik gewoon helemaal heel veel. Mijn hele kwast zit onder. En dan breng ik het gewoon zo aan bij de wangen. Oh mijn god, ik wilde er bijna weer automatisch weer ingaan. Ik heb me echt op tijd gestopt. Laat me de blush ook gewoon gelijk wegleggen. Anders had ik
hier vals gespeeld. Nou, de blush ging op zich ook prima. Dit is echt wel gewoon genoeg blush. Ik doe sowieso altijd veel te veel blush op. Dus ik moest sowieso worden geremd. Dus. Als highlighter gebruik ik deze van Nabla. Dit is de kleur Wave. Is echt een prachtige highlighter. Deze heeft ook weer heel veel pigmentatie. Daarom heb ik deze gepakt. En ook hier ga ik weer lekker heftig in. Ik wil echt weer dat mijn hele kwast echt onder product zit. Aftikken en aanbrengen. Een beetje hier. En dan met de andere kant van de kwast aan de andere kant. Zo. En een beetje hier. En een beetje op mijn neus. Zo, zo is het op zich nog best wel veel. De video gaat op zich echt wel makkelijker dan dat ik had verwacht. Kijk, er is gewoon echt een goede glow. Love it. Oké, dan de lippen. Ik kan het mij nou heel makkelijk maken en gewoon een glossje aanbrengen en klaar. Maar ik wil toch wel een beetje mezelf uitdagen. Dus ik ga gewoon echt voor een matte liquid lipstick. En ik heb er hier eentje van Kylie Cosmetics. Dit is kleur Candy K. En ik mag dus maar ook weer hier één keer erin gaan. Dus ik hoop dat het genoeg afgeeft om mijn hele lippen te bedekken. Zo. Dit is het. Meer mag ik niet aanbrengen. Nou, dat ging goed. Mijn hele lippen zijn bedekt. Love it. Hij kan weer dicht. Ik wil ook een gloss aanbrengen, dus kijken hoe dat zal gaan. Als gloss gebruik ik mijn Fenty Beauty Gloss Balm in de kleur Sweet Mouth. Heel mooi lichtroze. Deze pakt ook echt best wel veel op in één keer, dus ik denk dat dit echt wel hoog genoeg gaat zijn. Mijn lippen moeten wel een beetje opgedroogd zijn. En dan ga ik er gewoon één keer in en aanbrengen, jongens. Ja, qua gloss is één keer erin gaan echt meer dan genoeg. Wow, hij ruikt lekker. Dat was me nooit eerder opgevallen. En dan ook weer fixing spray. Die ene spray heeft ook weer echt geen nut, maar ik ga het toch gewoon proberen. Ik gebruik mijn Revolution Hyaluronic Fix fixing spray. Nou, mijn neus is weer gesprayed. Ligt het aan mij of is de look echt gewoon mooi geworden? Ik vind het echt een mooie look. Het was echt veel makkelijker dan dat ik in het begin dacht. Ik dacht echt vooral met de oogschaduw, dit gaat hem echt niet worden. De ooglook is ook echt niet perfect, maar echt een stuk beter dan dat ik had verwacht. Ik kan zo gewoon over straat. Ik laat de make-up vandaag ook gewoon opzetten. Het is echt gewoon prima. Ik vind het een hele mooie soft roze look. I love it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei! Moeke, ik maak video! Je bent aan het schreeuwen in mijn video.